Beste businessgroupleden, supporters en stakeholders van NEC, hier zijn we weer met een video-update. Maar is het eigenlijk wel een update? Nee, het is een terugblik van het seizoen, of eigenlijk van het jaar, want zo moeten we het zeggen, 2021. Maar waar zit ik hier? U zal wel denken, wat is er gebeurd? Dit staat eigenlijk een beetje symbool voor de fase waarin we nu zitten als club, als NEC. We zijn gepromoveerd naar de Eredivisie en hier zijn we aan het verbouwen. En eigenlijk zijn we de club ook aan het verbouwen. We zijn de club aan het verbouwen naar Eredivisieniveau. Op alle fronten. In houding, in gedrag, in uitstraling. Maar dus ook in het kantoor. Want dit is het oude kantoor van NEC dat momenteel gesloopt wordt. En dat weer opnieuw opgebouwd wordt om Eredivisieproef te maken. Want ook dat hoort erbij als je gepromoveerd bent. Hier zaten de scheuren. Echt in de vloeren en in de wanden. Het meubilair was op en oud. Jarenlang hebben we niet kunnen investeren. We hebben geïnvesteerd in het spelershome. We hebben geïnvesteerd in de kleedkamers. Omdat we gepromoveerd zijn naar de Eredivisie. En we daar dus spelers op die manier op dat level willen ontvangen. En zo ook hier. Want de komende 3 jaar zitten we nog in dit kantoor. En dat moet wel Eredivisie waardig zijn. Vandaar dus deze omgeving. Terugkijken op 2021 is natuurlijk terugkijken naar die dag 23 mei 2021 om 19:43 in Breda. U weet het allemaal nog wel. Jonathan Okita schoot ons terug naar de Eredivisie. Na een geweldige play-offs die we gespeeld hebben. En dat is eigenlijk wel het moment wat dit jaar toch wel markeert. Dat doelpunt, die geweldige play-offs en hetgeen er toen loskwam. Met z'n tienduizenden hebben we hier gestaan op die zondagavond, hebben we het gevierd. En we zagen en we voelden dat het bij ons allemaal, maar zeker bij jullie, zo diep zat. Dat we 4 jaar lang in die KKD hebben moeten spelen. Het zat bij iedereen diep en dat kwam er allemaal uit op die dag, 23 mei 2021. Een historische dag voor NEC. En vanaf dat moment is alles in de stroomversnelling gekomen. De hele zomer hebben we keihard gewerkt hier. Seizoenkaarten, businessclubleden. Het was niet aan te slepen. Onze mensen op kantoor hebben echt keihard gewerkt om voor die Eredivisie klaar te zijn. En u ziet het, dat gaat nog steeds door. En die Eredivisie vraagt veel van ons. Want die KKD hebben we veel bezuinigd. De organisatie is schraal geworden. We hebben het met eigen jeugd gedaan op het veld, met een eigen trainer en een eigen staf. Dat is mooi, maar nu vraagt die Eredivisie veel van ons. We zijn ook, en dat hebben jullie waarschijnlijk wel gemerkt, mensen aan het aannemen in de organisatie die op Eredivisieniveau in de subtop, top 6, 7, 8, waar we graag naartoe willen in onze doelstellingen binnen 5 jaar, we zijn mensen aan het aannemen die daar al hebben gewerkt. Ted van Leeuwen is vorig jaar gekomen, technisch directeur. En wat ben ik blij dat hij erbij is. Specialist in het in- en verkoop van spelers. Specialist in scouting, wat hij opgezet heeft met Senel Kok. Fred Rutte is erbij gekomen als adviseur van de RVC. Een man die in de top gewerkt heeft. Die weet hoe het daar is, net als Ted. En die dus weet wat de eisen zijn. En die weten dat het om details gaat. En dat willen wij in deze organisatie hebben straks in het nieuwe jaar. Alex Tielbeke, adviseur van de Raad van Commissaris. Ook hij is erbij gekomen. Een man die jarenlang bij de Eredivisie heeft gewerkt. Met toppartners. Dat zijn mensen in de organisatie, rondom de organisatie, die ons mee moeten helpen naar het hogere level dat we na willen streven. Want we zijn nog lang niet klaar. Eigenlijk is het nu pas begonnen. En zitten we midden in een verbouwing. Op alle gebieden. Want we moeten groeien naar die Eredivisie. Ik zei het al, spelershome. De kleedkamer is van top Eredivisieniveau. Nu gaan we met het kantoor aan de gang. We zijn aan het denken komende zomer over het hele jeugdcomplex. Alle velden moeten eigenlijk vervangen worden. Ook het hoofdveld. Een investering die heel veel vraagt van ons. Maar we willen het doen, want over 5 jaar... dan willen we top 9 Eredivisie. Dan willen we van 10 naar 15 miljoen groeien. Dan willen we in een gemoderniseerd stadion spelen. Als je dat wil, moet je nu beginnen. En dat begint ook met investeren. Dus in elk niveau, op elk niveau, moeten we gaan groeien. Dat heeft die promotie ook met zich meegebracht. Want we kunnen niet blijven wachten tot het vanzelf gebeurt. We zullen moeten ontwikkelen en we zullen beter moeten gaan worden in 2022. Dat heeft 2021 met zich meegenomen. Dat heeft de promotie met zich meegenomen. Het stadion, ik zei het net al, het afgelopen jaar zijn we heel hard bezig geweest met de ontwikkelingen van het stadion. En dat bekijken we nog steeds op 2 manieren. 1, alleen het voetbalstadion of 2, het vastgoedproject eromheen. Wat we echt nodig hebben om de continuïteit van deze club te waarborgen. We hebben een nieuw stadion nodig. We hebben meer inkomsten nodig. En aan de ene kant kan dat uit het voetbalstadion en de andere kant kan dat uit die mooie ontwikkeling die we eromheen aan het bedenken zijn, aan het ontwerpen en schetsen. Eigenlijk zouden we in november naar buiten gaan, maar u heeft het deze week gelezen in de media. We hebben uitstel gekregen tot februari. Omdat wij vonden dat in deze tijd, met de onzekerheid van het stadion,
alles wat er gebeurd is, het nu geen tijd is, ook nog eens met corona, om naar buiten te gaan. Want we willen mensen uitnodigen in een paar dagen om te komen kijken naar de schetsen. Waarom willen we het zo? Onze ideeën, waar hebben we allemaal rekening mee gehouden? En we willen ook ophalen wat jullie ervan vinden. Wat jullie nog willen toevoegen misschien aan het stadion en die vastgoedontwikkeling. En dat gaan we dus doen, zoals nu de planning is, in februari. Maar de stadionontwikkelingen gaan door. Ik kan me voorstellen dat dat soms lang duurt. Maar elke week hebben we overleg over het nieuwe stadion. Over eventuele woningbouw, over maatschappelijke vierkante meters, over het voetbalstadion, over een tweede ring, over een extra ring aan de businesskant. Aan hospitality, een bovengeladen stadion in plaats van een ondergeladen stadion. Waardoor als we naar het toilet moeten of als we wat te eten willen halen, dat we altijd zicht hebben op het veld, zoals onder andere bij Heracles. En we laten ons ook inspireren door goede voorbeelden in Europa. We zijn daar druk mee bezig en we komen zo snel mogelijk in februari bij jullie terug over dat stadion. 2021 was ook een moeilijk jaar door corona. Heel lang hebben we jullie niet hier kunnen ontvangen. We hebben wel geweldige acties met elkaar gedaan. Een deurrijmat, waar ik nog steeds van sta te kijken, dat we bijna met 2000 auto's hier in het Goffertpark een hele dag bezig waren om jullie een seizoenkaart te kunnen verkopen. En jullie stonden in de rij. Sommigen waren zelfs bereid om 2 uur te wachten. Die betrokkenheid en loyaliteit heeft ons veel geraakt. En geef maar aan hoe diep NEC in het DNA van jullie zit. Ook die wedstrijden zonder publiek blijft niet leuk. Het blijft eng, het blijft een oefenwedstrijd, zo voelt het. Op een gegeven moment, toen het stadion instortte, hebben we zelfs nog creatief meegedacht. En zijn er nog supporters in de gracht geweest? Zijn er zelfs nog Business Cup leden hier in de businessruimte gewoon binnen gaan kijken? Wat een opoffering, wat een betrokkenheid en loyaliteit hebben jullie getoond. Supporters en Business Cup leden. Echt, dat verdient een dik compliment. Zo zijn we door corona heen gekomen. Maar corona heeft wel zijn weerslag gehad op de cijfers. Een kleine 4 miljoen verlies gaan we dit seizoen maken. Binnenkort gaan we daarmee naar buiten. Maar ik heb er al eerder over gesproken dat in die cijfers wel verwerkt is dat we het spelersfonds hebben teruggekocht van de investeerders. En we nu geen enkele procent meer hoeven af te dragen in de toekomst aan investeerders. Investeerders die ons ook geholpen hebben in de afgelopen jaren om het wel mogelijk te maken om een speler te kopen. Of om misschien eens een keer de liquiditeit door te komen of om mede te ondertekenen naar de KNVB. En daar verdienen die investeerders een groot compliment voor. Maar we zijn wel blij dat we in die verliesgevende cijfers van vorig jaar toch hebben besloten met de RVC om ook het spelersfonds af te kopen. Het jaar daarvoor hadden we ook nog een exploitatiebijdrage van 1,1 miljoen. Die hebben we dit jaar ook niet. En vandaar dat we nu op een kleine 4 miljoen uitkomen. Maar daarmee sluiten we 4 slechte jaren in de KKD af. Jaren die heel schraal waren, die onze organisatie ook schraal hebben gemaakt. Waarin we veel hebben moeten bezuinigen. Als een ervaren kracht wegging, kozen we voor een stagiaire met goede energie. En zo zijn we langzaam heel jong geworden. Er is keihard gewerkt door iedereen. Ook door die stagiaires die zich weer doorontwikkeld hebben. Maar nu moeten we naar een hoger niveau. Nu zullen ook die mensen weer een hoger niveau moeten aantikken. Want we mogen niet tevreden zijn als we niet meer willen degraderen uit de eredivisie. Wat ook belangrijk is, is de governance, de structuur. U heeft er vast van gelezen. NEC kende een hele ingewikkelde structuur. Met ereleden, een benoemingscommissie, met een stichting, met een stak, met een aandeelhouders, met een investeerders in spelers. Heel moeilijk, met heel veel belangen en iedereen wilde wat te zeggen hebben. Allemaal wel met een goed hart voor NEC, maar het was niet goed voor het bedrijf. We zijn daar vorig jaar met de RVC mee begonnen onder leiding van Ron van Ooyen. Die heeft dat project geleid vanuit de RVC. We hebben met Marcel Boekhorn gesproken. En Marcel heeft zijn nek uitgestoken. Hij heeft zich hard gemaakt voor een nieuwe governance. Samen met de investeerders. Uiteindelijk is deze nieuwe structuur echt gekomen met de stichting en met de Raad van Commissarissen. Veel slanker, veel flexibeler en ik denk ook slagvaardiger. En dat is echt wat in de geschiedenis van NEC, dat we dat ook in 2021 hebben gedaan. Met elkaar. En daar hebben heel veel mensen echt wel wat voor opzij moeten zetten. En dat hebben ze gedaan uit clubliefde. Die investeerders, ongelooflijk bedankt. En een speciaal woord van dank voor Marcel Boekhorn. Die zijn nek uit heeft gestoken. Die heeft gezegd, ik wil de club niet kopen, maar ik ga die club wel helpen. Ik wil die club meehelpen binnen 5 jaar tot een stabiele subtopper uit te groeien. Eerste 9 eredivisie. Ik wil die club helpen om daar te komen en dat doe ik voor de gemeenschap. Marcel, ontzettend bedankt. Investeerders ook bedankt dat we die structuur hebben kunnen wijzigen. Dat we het spelersfonds hebben terug kunnen kopen. En dat we bezig zijn onder leiding van Marcel Boekhorn om deze club financieel te herstructureren. Ook daar heeft hij het voortouw ingenomen. Daarom konden wij verbouwen in het spelershome en in de kleedkamer. En kunnen we ook dit doen. En waren we in staat om spelers zoals Lasse Schöne en Ivan Marquez onder andere aan te trekken. Danny Vukovic.
Normaal had dat niet gekund als je net promoveert. Maar door de financiële stabiliteit die we de eerste 3 jaar nu hebben gekregen van Marcel Boekhorn, kunnen we dit doen. Dat betekent niet dat we op ons lauweren moeten rusten. Dat geld moet ergens in die komende 5 jaar weer terugverdiend worden. Maar net zoals hij altijd zegt, zoals hij het met Ouwehands Dierenpark heeft gedaan, die in het begin heel veel heeft gesteund, is dat nu gewoon een solide bedrijf wat zelfstandig kan draaien. En dat wil hij ook achterlaten bij NEC. Daar gaan wij met elkaar, jullie als Business Club leden en supporters, wij als directie, al die kantoormedewerkers die hier komen te werken, de spelers, die mensen op de academie, daar gaan wij met elkaar aan werken. Maar het is wel belangrijk, financiële herstructurering, de governance structuur en alles wat er nu gebeurt, dat is allemaal in 2021 in werking gezet. Ik denk echt dat dat een jaar is wat de clubgeschiedenis markeert. Wat de clubgeschiedenis ook zal markeren en ook 2021 is de wedstrijd tegen Vitesse. Ik moet er, als ik terugkijk, toch op terugkomen. Instorten van het stadion heeft een enorme impact gehad op ons allemaal. We zijn goed weggekomen met elkaar. Er zijn heel veel dingen aan het licht gekomen. Daar zijn we op een inhoudelijke en goede manier over aan het praten. Met de gemeente, met de ODRN. Naar aanleiding van de onderzoeken en de rapporten van Royal Haskoning. Die gesprekken, neem van mij aan, zijn echt soms heel pittig. Maar ook heel constructief. En we kijken allemaal in de spiegel. En iedereen wil maar weten, schuldvraag. Hebben jullie al ruzie? Wij hebben geen ruzie. Wij weten dat de dingen niet goed gegaan zijn. Straks, eind februari, komt dat rapport. Maar ik denk voor die tijd dat wij al lang met deze partners, de gemeente, ODRN, eruit zijn hoe we dit op gaan lossen. En hoe we de toekomst ingaan. En dat merk ik, want niemand zit te wachten op problemen. Iedereen ziet ook de toegevoegde waarde van NEC in de maatschappij. Zeker als je ziet hoeveel maatschappelijke projecten wij doen in het Rijk van Nijmegen en hoeveel mensen we helpen. Dus die band die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, die goede relatie, op het moment dat het onder druk komt te staan, wat nu is, gaat dat zijn voordeel geven naar de toekomst. Dus we gaan eruit komen. Blij ben ik wel dat we bezig zijn en gestart zijn om het stadion weer te renoveren en te verbouwen en te verstevigen. Zodat we jullie straks in 2022 veilig kunnen ontvangen. En ik ben er heilig van overtuigd dat het veilig is. Omdat de rapporten, de onderzoeken en ook de tekeningen van Royal Haskoning mij aangeven dat het straks 100% veilig is in de Goffert. Dat was het niet. En dat is wel iets wat ik meeneem uit 2021. Een geluk bij een ongeluk misschien, wat er gebeurd is zonder slachtoffers, dat we erachter gekomen zijn. Want dat had misschien wel erger kunnen zijn. Maar het belangrijkste, want ik ben altijd positief, dat weten jullie, is dat we jullie weer terug kunnen ontvangen hier, als corona het toelaat, in de Goffert vanaf 15 januari. We hopen 7.000-8.000 toeschouwers te kunnen ontvangen en in de weken daarna gauw op te lopen, zodat we iedereen die een seizoenkaart heeft, ieder Business Club lid kunnen ontvangen. Maar jullie gaan terugkomen in 2022. Als corona toelaat, want dat heeft weer zijn effect op deze club. Heeft weer zijn effect straks natuurlijk op onze cijfers. Want we hebben ook nog eens een keer het probleem dat normaal iedereen gebruik kan maken van de NOW-regeling. Alleen wij zijn natuurlijk gepromoveerd en onze omzet vorig jaar is stukken lager dan natuurlijk dit jaar in de Eredivisie door het succes wat we hebben. En je omzet wordt afgerekend aan het jaar ervoor. Dus we hebben daar niet het grote voordeel wat we hadden kunnen hebben van de steunmaatregelen van de overheid. Een tegenvaller dus in deze promotie, maar ook die financiële tegenvallen, die gaan we oppakken. Net zoals de investering die we gemaakt hebben in het stadion. Nog even terugkomen op Vitesse. En dan wil ik toch nog even de rellen benoemen. Ik ga ze niet ongemoeid laten, omdat het dit jaar ook als een sluier over de club hing. En we zijn er woest op geweest, teleurgesteld en we schaamden ons. En dat is nog steeds zo. Ik denk wel dat die rellen niet alleen voetbal gerelateerd zijn. Niet alleen NEC gerelateerd zijn. En dat mag niemand in de stad ook denken. Ik denk dat het een gevolg is van alles wat er in de maatschappij gebeurd is. En niet alleen met corona, maar al jaren in die maatschappij. Die steeds meer losgelaten wordt door de overheid. Waarin burgers het allemaal zelf mogen bepalen. Heel veel van de mensen die hier waren, hebben niet alleen problemen hier rondom het voetbal. Maar het zit veel dieper in die gezinnen. En dat gaat al van papa op opa. Ook dat moeten we aanpakken. Ook dat is een probleem wat zich manifesteert in het voetbal. Ik ben wel blij dat voor het eerst in jaren, bij zo'n excess, we met de politie, met de gemeente, met het Openbaar Ministerie hebben samengewerkt om iedereen die onze club schade heeft toegebracht, om die keihard aan te pakken. En daar hebben we ook niets ontziend, zijn we te werk gegaan. We hebben echt er alles aan gedaan dat iedereen die op die dag NEC de schande heeft gemaakt, gestraft gaat worden. En er zijn flinke straffen uitgedeeld door die samenwerking met politie, met Openbaar Ministerie, de gemeente en wij. En we hebben niets aan het toeval overgelaten. En ik ben er blij mee dat we straks misschien wel 100 mensen een straf kunnen geven. Dit hoort niet bij NEC, dit hoort niet bij het voetbal, dit kunnen we niet tolereren.
Dat was een sluier. Ik wil er niet voor weglopen. Ook dat, als je het over een jaaroverzicht hebt, moet je wel bespreken. Vitesse, we hebben ervan geleerd. En we hopen dat iedereen die ooit nog een keer uit die groep terug wil komen, zich gedraagt zoals het NEC behoort. Want we hebben echt wat neergezet in het afgelopen jaar. In die KKD, met die play-offs, zijn mensen weer trots geworden op NEC. Mensen niet alleen in Nijmegen, maar ook in Nederland. En dat merkte je in die eerste weken in de Eredivisie. Onze sfeergroep Legio, de sfeergroep die uit meeging, die hebben wat neergezet. En ook dat werd er niet gedaan op die dag. Daarom baalde ik er zo van. Maar complimenten voor onze sfeergroep. Hoe ze op een goede manier NEC weer teruggezet hebben op de Eredivisiekaart. Complimenten ook voor onze stewards. Want wat hebben die dit jaar meegemaakt? Dat zijn meer mensen die altijd in de schaduw leven. Wij, ik, een directeur, spelers, wij staan altijd aan de voorkant. Maar stewards, die staan altijd in de schaduw. En die hebben een rottijd meegemaakt rondom die wedstrijd. En die wil ik extra bedanken, want ze staan er nu weer. Ze zijn weer teruggekomen. En dat zijn mensen die voor een appel en een ei, maar voor een clubhart, zich inzetten. En die verdienen echt een compliment. Net zoals onze scouts. Ook van die mensen die in de schaduw werken. Die wel verantwoordelijk zijn voor die spelers die hier lopen. Die ook verantwoordelijk zijn geweest voor die promotie. Samen met Nick Kersten, die toen hoofdscouting was. En die hebben toch een mooi jong elftal neergezet. Vanuit de academie, jonge spelers en goed gescoute spelers. Die scouts werken altijd in de schaduw. Zijn vrijdag, zaterdag, zondag, maandag op pad. Komen dinsdag hier. Nu ook weer met Channel Kok, onze nieuwe hoofdscouting. En die verdienen een groot compliment. Mooi hoe die groep onder leiding van Senno weer bezig is om ons Eredivisie waardig te houden. En als laatste dan ook zo'n groep die ik toch dan wil noemen, die altijd in de schaduw staat, de mannen van Theo van Bentum. Die mannen van de EDG. Voor dag en dauw zijn ze bezig. Van de week ook weer. Het veld leek bevroren te worden. En als dat bevroren is, moet er een zeil over. En ze zijn continu bezig, ook hier weer, om de kosten te drukken, om te slopen. Op allerlei manieren zetten we ze in. Mannen die in de schaduw werken, maar die wel het DNA van NEC bepalen. Complimenten, dank voor jullie inzet in 2021. En als ik jullie dank, dan dank ik eigenlijk iedereen. En ik heb er nu een paar uitgehaald. Jullie supporters, jullie businessclubleden, wat jullie voor ons gedaan hebben. Door heel veel compensatie te laten zitten. Door op zo'n deurrij met te komen. De kerstmarkt met de OSRN, met het OSRN-bestuur stonden we daar. En hoeveel businessleden kwamen daar met hun gezinnen. NEC is echt opgestaan in 2021 dankzij jullie. Wij hebben het op het veld gedaan. Die spelers en die geweldige staf, die hebben een wereldprestatie neergezet. Dat zijn we nu weer aan het doen. Maar jullie loyaliteit, jullie betrokkenheid is zo groot geweest. Dat NEC weer terug is op de kaart. En niet alleen in Nijmegen, in heel Nederland. Echt 100.000 maal dank voor wat jullie hebben gedaan. Jullie weten dat echt niet, maar dat wordt enorm gewaardeerd. Door RVC, door directie, Marcel Boekhoorn, medewerkers. Jullie loyaliteit is de kracht van NEC in de komende 5 jaar. Want we moeten groeien. 2022 ook. Nu, als we dit opnemen, is het nog de wedstrijd voor Willem II. We zitten eigenlijk op de helft van het seizoen. We hebben 22 punten. Zijn we tevreden? Ja. Zijn we heel tevreden? Nee. En dat moet ook een beetje de basis zijn voor NEC in 2021. We mogen nooit tevreden zijn. Niet te snel tevreden zijn. Klinkt leuk. Voor de competitie hadden we getekend voor 22 punten. Want uiteindelijk, alles waar het om draait, is wat er op die groene mat gebeurt. Het voetbal, daar wordt alles aan afgemeten. 22 punten, voor de competitie hadden we ervoor getekend. Maar als je dan kijkt, Sparta uit. Als je kijkt, wedstrijd als Willem II thuis tegen 10 man. Feyenoord uit, 3-2 voor in de Kuip, een kwartier voor tijd. AZ laatste minuut, RKC laatste minuut, Cambuur thuis. We hebben, ondanks dat we misschien tevreden zijn met 22 punten, punten laten liggen. We hadden hoger kunnen staan. En dat moet de insteek zijn van 2022. Nooit tevreden zijn. Altijd beter willen worden. Daarom ook die mensen zoals Ted, Fred, Alex. Die weten hoe het is in de top. En er zullen meer mensen bij komen. Ook op het veld zie je dat al. Met een Marquez, met een Schöne. Vukovic, mensen die in de top spelen. Die kunnen ons meenemen en die kunnen die lat elke dag hoog leggen. Dus het zal wel eens een keer schuren. Ook in het kantoor. Het zal wel eens een keer zeuren zijn op details. Maar ik heb geleerd eerder door samen te werken. Onder andere ook met een Erik ten Hag. Hoe een club in beweging kan komen. Die beweging is ingezet bij NEC. We willen naar de top 9. 2022 zal echt het jaar zijn dat we continu door moeten bewegen en ontwikkelen. Nooit tevreden moeten zijn. Elke wedstrijd moeten groeien. Elke dag op kantoor beter moeten worden. De randvoorwaarden moeten goed zijn. Daar gaan we keihard aan werken. Dat zie je hier in het kantoor, dat zie je in het spelershome, dat zie je op de velden. En daarnaast hebben we jullie nodig. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor een geweldig 2021. Ondanks alle beperkingen, alles wat we meegemaakt hebben. Vitesse, stadion, rellen, corona. We hebben jullie niet gezien. Maar toch is 2021 een geweldig jaar geworden.
dankzij jullie steun. Hele fijne dagen. Geniet ervan met het gezin, met de familie in deze tijd. Is denk dat kleine wat je hebt, des te beter om het te waarderen. En dat realiseer je nog maar eens meer. En daarna kom je terug naar die andere grote familie van jullie. NEC in 2022. Dankjewel. Fijne kerstdagen. Een gelukkig uiteinde. En we hopen je heel gauw weer te zien in de Goffert. Op een goed 2022. Dankjewel.